Ja. En we... Ja, een beetje zo grijnig. Ik had net opgenomen en de audio van John niet opgenomen. Want ik ben hier aan met John. En dan moeten we onze missie helemaal opnieuw. Eén voordeel wel, we zijn wat geleveld. Yes, dat is wel fijn. John is al level 20. Hij was al wat geleveld, maar hij had lekker online even een beetje geklooid. Toch, John? Ja, klopt. En ik ben bijna level 20, dat is heel fijn natuurlijk. Want dan kunnen we met light gaan spelen, want zoals je... Sommige mensen weten, als je na level 20 moet je met light levelen. Je levelt dan niet meer normaal, zeg maar. Nu moet je met je gear moet je levelen. We gaan in ieder geval alle Vanguards, tenminste de strike missies doen. Dat dan allereerste. Ja. We hebben allebei van Activision hebben wij de map packs gekregen. Dark Below en House of Wolves. Daar willen we natuurlijk even Activision voor bedanken. Dat betekent dat we ook daarvan dingen kunnen uploaden. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar we moeten eerst een beetje levelen. Want level 26 moet je zijn voor in ieder geval door Dark Below. En 28 voor de House of Wolves. Bijvoorbeeld de strike missie. Dus ja, dat is wel wat, hè? Ja. We gaan nu in ieder geval voor ons relatief gezien eigenlijk een makkelijke missie doen. Namelijk de Vanguard Eagle. Voor mij was het Eagle, toch? Ja, Eagle. We zijn natuurlijk level 19, level 20 en level 18 poppetjes tegenkrijgen. Ja, dat is natuurlijk easy as cake. En ik zie dat we eentje gevonden hebben. Dat is mooi. Dan kunnen we dat is mooi. Hoef ik lekker niet te knippen. Sneller dan net in ieder geval. Wat, hè? Dat ging sneller dan net. Ja, inderdaad. Dat ging sneller dan net. We moesten net even 5 minuten wachten voor iemand. Hallo? Ja. Ik heb weer gezocht, maar schijnbaar is het dus zo dat je in Vanguard missies random zijn. Ah. Dat wist ik helemaal niet. Dus ja. Ja. Dat is altijd leuk om te weten. Dat is altijd leuk om te weten. Ik wist het echt niet. Ik dacht dat die missies gewoon hetzelfde waren. Dus we hadden eigenlijk eerst opgenomen de missie op Venus. Ja. We kwamen daar naar Mars, maar ja, dat heb ik dus weggeknipt. Dat hebben jullie gezien. We gaan nu naar de maan. We gaan nou naar die hele diepe gebeuren. En dat is een pittige missie ook wel. Maar wel leuk. Stomme, hè, is dat. Ik wist het echt niet. Het kan gebeuren, toch? Ja. Well, this was your idea. Let's go find this. Ga dus met de rifle die je krijgt als je de game uitgespeeld hebt. Wel leuk een keertje met een... Ja, ik ben net zeggen. Ander wapen. Oké, nice. Ja! Oh, dat is die hier met een mes. Level 6, hè? Dat zijn level 6 poppetjes. Dat is zo gebeurd. Ja, of je met een mes door een pakje zo geboten gaat. Stering, handje, man. Je moet voorstellen, als je level 4 bent voor het eerst en dan hier komt. Ja. Dat is pittig, hoor. Nou, je bent niet, nee, level niet 4. Nee, je bent wel hoger level natuurlijk, want je bent op de maan. Dus je bent wel hoger level, maar... Stel dat je met een level 6 poppetje, dan is het als... Ja. Dit is een level 18. Hallo. Ah, die witches. Daar kun je echt helemaal gek van worden. Ah. En ik ga toch down. Ja, het is level 18 poppetje. Wat ik trouwens wel even ga doen, is gewoon... Ik ga hier gewoon met gewone wapen, want... Ik vind het irritant wapen gewoon eigenlijk wel, om mee te spelen. Even kijken, dan gaan we met de Shinjin I. Dan is hij wel iets minder sterk. Maar ik vind het leuker om met een rifle te spelen op een of andere manier. Dat kan, hè? Maar kijk, bij die bazen kan ik het wel even met de switchen. Ik heb een upgrade. Dat is altijd handig. We need to get through. I'll try to open that gate. Oké, nice. Nou, doe dat. Mm-hmm. Respawning restricted. Oh jee, oh jee. Waar komen die bitches? They know we're here. I'll get to work. I'm bijna down. Oké, nice. Oh, lekker.
Kijk, die knights. Die knights moeten terug naar een tafel. Oké. Okay. Eén van drie gehad. Hey. Hallo. Zo. Zo. Even wegwezen. Die wizards zijn bitches, jongen. Hoe kom je daar nou bij? Ik haat bitches. Ja, maar ja, dan krijgen we het, hè. Oké, nou, komen ze. Fuck, nee! Ben je down? Jammer. Holy fuck! Thank you. Alsjeblieft. Holy fuck. Holy fuck. God voor de gloeiende. Ja, weer gek. Er zit een wizard op je. Gele bits ook nog. En nu wegwezen. Ja. En bye bye, motherfucker. Oké, leeft nog wat. Oh nee, 3 van 3. We hebben hem. Ha! Yeah, baby. Oké. Okay. Let's go. Even kijken hoor. Oh. Oh, ik ga helemaal de verkeerde kant op. Ik ben bezig. Wow, man, fuckers. Oh! Oh! Weeha! Bijna down. Oké. Okay. Je oor is weg, maar Hello Knight staat nog even. Boom, bitches. Hey, bitch. Ik ben lampje bitch niet. Lampje gaat branden. Dat is altijd een leuke in deze missie. Zie je echt je lampje van je controller gaat branden. Nou, trouwens, als jullie het leuk vinden natuurlijk om Destiny vaker te zien, moet jullie even het blauwe duimpje geven. Even ondertussen in deze tunnel. Even. Want we gaan dus meer Destiny uploaden. Best wel goed bekeken, hè, laatste. Toch? Voor mijn kanaal, Destiny. Ik zou het niet verwachten. Even kijken. Zo. Hoorde je dat ook? Ja, dat hoorde je heel duidelijk. Pas op dat je niet spreekt, hè? Nee. Oké. Okay. Oh, een paar ekkelaatjes, niks aan de hand. Jij ook nog weg. En jij, en jij. Twee slagen.
Jezus. Kijk, we moeten zo meteen daar naartoe. We kunnen ze killen, maar we hoeven niet te killen. Maar... wel lekker XP'tjes erbij. Ik ben uitzagen. Wow, we gaan hier naartoe. Niet zo snel, joh. Nee. Oh. Dat is één. En dat is twee. Met zijn shotgun, hè? Shotgun Billy. Ja. The Circle of Bones. Uh-oh. Ja. Deze weet ik nog wel. Ik denk ineens, wat staat op de radar? Staat er iets in me? Het staat ook zo'n teringlaaiers, genoeg van de teringlaaiers bovenop. Oeh. Geef ze mensen. Uh-oh. Kijk, even die knight erboven weg. Oké, wacht. Ik moet even een wapen wisselen. Geen kogels natuurlijk, nee. Ah, fuck! Come on, scavenger. Body dropper, yeah, 100 without dying. Netjes. Oh. Zo. Holy shit, jongens! Maar... ja. Nee. Hij is al halverwege, hè, Jan? Ja, mag ook wel. Nee, kom op dan. Kutleier! Wil je erachter beschermen? Zo, hallo. Hey! Ja! Ik zag het. Oké, dat is nice. My god! Vandaar! Ja, bovenop, hè? Ja! Ik zat te kijken waar... hij is kapot. Hij is kapot. Kapot was. Jezus, mensen.
Echt waar, die bitches, jongen. De kogels. Oké. Oh. Moet toch een keer doodgaan. Nou. Even kijken, even healen. Even liken. Dat ook nog, jongens. Ja, niet vergeten. My fucking god. Ja. Ineens gasten achter me. Maar ik tap er even niet in. Oh, ik dacht dat iemand zag. Even. Oh my god. Ben je killed, Kenny? Oh my fucking god. Ja, ik moet even healen. Hij wordt helemaal gek, jongen. Ja. Vind ik, als ik juist die zak ook gek worden. Okay. Ja, ja. Oh. Rennen. Worden geflankt. Oh nee! Nee! Niet down zijn, Chris. Die vijf me. Oh my god. De andere gast is ook dood. Oh my god. Johnny to the rescue! Ja, maar... Ja, maar... Oh my god, weer down! Ja, dan moet je even wachten. Ja, maar dan kom... Ah... Ben je alweer up? Ja. Ja, ik ben ook... Ja! Bitch! Sterf! Slet! Zo dan! Hier! Hup! The abomination has been destroyed. The vanguard will be great. A creature of the dark has been slain. Mission complete. En ik ben bijna level 19. Bij level 20 bedoel ik. Nou, ik ga even. Het is toch een heel korte ding. Ik laat nog even de toren zien. De missie is eigenlijk gehaald. We gaan even naar de toren toe. Tower. Als het goed is, word ik level 20 namelijk. Ik moet even een missie en ding inleveren. Een bounty. Dan krijg ik XP erbij. En dan ben ik level 20 gewoon. Yes. Hey, nieuw wapen. Handcannon. Wow. Jij hebt ook een... Oh, je hebt misschien een nieuwe boots. Ja. Dat is wel handig. Dan kun je levelen. Ha. Met light. Dus, ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden dat wij dat doen natuurlijk. Ah, het is ook leuk, Destiny. Het is alleen jammer dat... niet zo goed bekeken wordt, hè? Dat is echt zo jammer. Dat is het enige algemeen. Want er is wel een hele Destiny community, maar niet in Nederland. En dat is het beetje jammer, gewoon. Tenminste, ik ken weinig YouTubers die Destiny uploaden. Jij ook niet, hè, denk ik, hè? Nee, eigenlijk helemaal niemand. Nee. Maar ik ga in ieder geval, toch wat uploaden ervan. Nou, kom op, moet even laden. Dat is altijd wel lang. Ladi. Yes, maar dan gaan we naar de aarde. Oké, nou, dan gaan we eventjes hier naartoe. Even kijken wat voor... Even naar Master Raoul. Sissel we hier hebben. Even kijken. We gaan in ieder geval dit even in leven slaan. Dan een Engram. Knight. Kijk, Knight type. Die heb light als het goed is, denk ik, toch? Boetjes, die. Rekai is level 17. Oké. Maar die...
Hij is wel hoger. En die is 137, 135, 139. Oké, dan hebben we die. Even omhoog levelen. Okay, dit is dus heel erg handig. Light 24 heb ik daar al op. We gaan even eerst even kijken of ik me kan levelen. Dat zou wat zijn als ik net niet geleveld ben. Ja. Kom maar. En... Nee, ik ben net niet geleveld. Ik ben net niet level 20. What the fuck? Dat is jammer. Maar dat doen we gewoon de volgende keer. Ik weet niet of het echt nut heeft dat. Hè. Dit wel. Met een beetje melly omhoog. Ja, ik ben echt bijna level 20, jongens. Nou, ga je de volgende vanguard zien. Ja. Ik zou zeggen, jongens, geef hem een duimpje omhoog natuurlijk. Precies. En tot de volgende keer. Bye bye. Bye.